Dit is Roy Boulay. Roy is ICT'er bij Ajax, maar ook trainer van DCG E1. Afgelopen zaterdag speelde hij met zijn team tegen zijn werkgever. Maar in de aanloop naar deze wedstrijd moest er eerst nog gewerkt worden en getraind. Ga door! Uit, volgende! Zet maar aan! Kom maar, jouw tempo! De club, de mensen, de collega's. Het is voor de jongens natuurlijk een spektakel om tegen Ajax te mogen voetballen natuurlijk. De drang om jezelf te laten zien in die pitchen te spelen, dat weten ze. Dus dat is voor hun natuurlijk het mooie ervan. We zeggen het altijd, Ronald zegt altijd, prettig gestoord zijn. Dat zijn we allemaal hier. Dus dat maakt het leuk hier, het werk hier erg leuk. Natuurlijk ook... De wil om van Ajax te winnen, dat wil iedereen. Dat is gewoon zo. Het is een feit. Iedereen wil winnen van Ajax. En de motivatie zit bij hem ook zo erin. Dus, het is gewoon heel leuk om hier te zijn. Hoe bereid je je team daarvoor op zo'n speciale wedstrijd? Nou ja, goed, onder andere door... ik heb natuurlijk in het verleden een beetje gekeken ook hoe de jeugd speelt bij Ajax. Dan moet je een tactiek bedenken om daar tegenop te doen. Dus ja, dat doe ik nu een beetje. En ik hoop dat zaterdag uitkomt. En je hebt vanaf hier heb je zo ongeveer uitzicht op de toekomst? Dat klopt. Hoe vaak ben je nu al bezig met die wedstrijd? Nou, ja, ik bedoel, af en toe dan zie ik het wel... Dan schiet het in mijn hoofd natuurlijk dat ik zaterdag een wedstrijd heb. Maar je bent zo gedreven met het werk te proberen te doen. Dus dat soms je ontgaat. Tot je eventjes een blik op hebt. Dan denk ik, oh ja. Je had het net over een speciale tactiek voor de wedstrijd tegen Ajax. Nee. Kan je daar al iets over kwijt? Nee, ja, helaas kan ik dat natuurlijk niet vertellen. Want het zou maar zo zijn dat dit een beetje lekt. goed, ik wil natuurlijk sowieso winnen van mijn collega. Je weet waar het is? Je weet waar het complex is, Ajax? Jongens, geniet van de wedstrijd. We zijn hier als een team om een wedstrijd te winnen van misschien wel de beste club van Nederland. Misschien, het is ook de beste club van Nederland. Maar wij zijn ook een van de beste clubs van Nederland. Zo moet je dat zien. Alle voorbereidingen ten spijt, maar de jongens van Roy Boulay verliezen met 12-1 van de Ajax E3. Net tegen Ajax gespeeld, hoe vond je het? Wel leuk, alleen jammer dat we hebben verloren. Heb je nog spelers in je team gezien die zich wel nog konden meten, echt konden meten met dit Ajax? Nou, ik denk dat ik een paar heb lopen die het best wel aankunnen. Maar vandaag natuurlijk alles overrompeld natuurlijk. Ze spelen tegen Ajax, dus de t-shirts, de entourage, hè, stadion, alles hier. Dus ja, dat maakt toch dat de spelers gewoon een ander spelletje hebben gespeeld. Volgende week heb ik ze thuis en dan zetten we ze in hun eigen domein en dan zien we wel, weet je, hoe dat gaat. En wat heb je geleerd van je tegenstanders vandaag? Dat je ze niet te veel vrij moet laten staan. En hoop je nou nog ooit hier zelf in het Ajax-shirt te voetballen? Ja, lijkt me wel leuk. Ik vond het geweldig om tegen mijn eigen werkgever te kunnen spelen. Dat was het mooie ervan.